Vermoedelijk vond de schietpartij plaats op de trap van de bovenwoning. Een bewoner van een hoger gelegen etage moest daarom met een hoogwerker zijn woning verlaten. Vanmorgen vroeg om iets over 6 kwam er bij ons een melding binnen van een ruzie in een woning. Hier in de Ossenwijkstraat in Rotterdam-West. Collega's die daar naartoe zijn gegaan, die troffen in de woning een man aan die op een bedreigende manier met een mes op hen afkwam. Daarop is geschoten door de agenten en die man is komen te overlijden. Het slachtoffer woonde samen met enkele andere mensen in een pand voor begeleid wonen van Flexibel Wonen. Volgens de buren was er vanochtend vroeg veel lawaai vanuit het huis te horen. Ja, wat ik hoorde waren een paar rare knallen. Of dat, waar ik naar buiten keek, omdat dat zeg maar het geluid van als je met een hamer een hangslot openslaat, hè, en dan op mensen met deuren gooien. Weet je, zo, dat soort geluiden dat je denkt van, hé, er gebeurt wat. De buurvrouw die stond daar en die keek achter het gordijn en zei van, breng me deze raam open. Ja, ze breken de tent af. De bewoners van het huis hebben goed contact met de buurt. Voordat het een begeleid kamerwoonpand was, was het veel vaker ellende. Toen woonden er lukraak mensen, er waren geregeld allerlei rare snuiters die met elkaar ruzie hadden. Maar de laatste, ik denk dat het al 8 jaar of zo is, ruim, is het heel rustig. Mensen die gewoon leuk gedag zeggen en praatje maken. Omdat het schot is gelost door een politieagent, is het onderzoek overgedragen aan de Rijksrecherche. Zij horen de collega's, zij horen hier ook getuigen en ze gaan ook aan de hand van het sporenonderzoek wat op dit moment wordt uitgevoerd hier in de Ossenwijkstraat, gaan zij het verhaal compleet maken.